mensen, welkom bij een nieuwe video. Vandaag gaan we als goed eerste uitspelen. Zou je vragen, wat ga je uitspelen, Volta? Wat we vandaag gaan doen is het WK-spel. En ik denk dat het naar het WK klaar is. Ja, ik heb geen idee, misschien niet. In ieder geval, doe zeker een duimpje omhoog. Heb je de andere Volta-aflevering nog niet gezien? Kijk zeker op mijn kanaal. We moeten 6 potten spelen. Ja, zijn we hier blij mee dat we 6 potten moeten spelen? Nou, niet echt, maar ja. Kijk, ik heb dan wel wat betere spelers dan deze. Die kan dan in voor hem. Oh, we krijgen een stukje story mode. Oh mijn god, wat ongelooflijk spannend. Enge patas, broer. Ik heb mezelf helemaal niet geüpgraded ook. Ik heb nog niet eens dat haar gekocht. Maar dat kan ook niet. Het is al die dingen vrij speelbaar en niemand zin heeft. Ik spreek Jansen. Takka flakka. Kom op, man. Amarelio. Lekker binnen even dat ding doen. Alright, now let's go and show the world whose game this is. Yeah! Yeah! We're all behind you, man. Right. Let's do this! Let's do this! Nou, een van de Call of Duty scène. Maar nee, we gaan het WK Volta spelen. Gelukkig spelen we nog rustig op semi-prof. Dus dat is lekker makkelijk. Lekker makkelijke wedstrijd. Wat een ongelofelijke spanning. Daar komen we aan. Oh, squad. Oké. En we spelen weer tegen dezelfde keeper. Zelfs in de finale is het zo. Fantastisch. Ik moet 36 minuten lang alleen op dit potje spelen. Deze potjes. Het slaat er helemaal nergens op. 36 minuten lang potjes spelen. En dan hebben ze ook nog een goede keeper op goal. En mijn Chinees ziet het meteen door. Amarelio. Ik ben dus bang. Ik weet niet of ik het weer terug gezet naar C-Info. Dat is voor een professional spelen. Maar ook met professionals zou ik moeten winnen. Boom. Is er een manier waarop ik wel kan scoren? Of hoe zit het? Tanaka, maak af. Weer die keeper. Het staat nergens op. Doe ik een finesse, het gaat er ook niet in. Boom. Dit staat echt helemaal nergens op. Dit gaat echt nergens over. Dit is echt de zieke onzin. Oh mijn god, ik sta gewoon 2-0 achter. Ik ga gewoon verliezen. Wat is dit voor onzin? Ik krijg een verlies tegen semi-pro. Boer, waarom gaat alles bij hem erin en bij mij niet? Ik sta 3-0 achter. Wat is dit dan? We staan 3-0 achter bij rust. Hoe dit is gebeurd, geen flauw idee. Ik sta gewoon 4-0 achter. Dit wordt een hele korte WK zo. Ik ben ook wel benieuwd op zich wat er gebeurt inderdaad als je dus het WK niet wint. Yes, 4-1. Let's go, kom op. Het kan nog takken vlakken met de goal. De comeback is ingezet, mensen. Schiet. Ja, dit kan toch niet? Takken vlakken. Nou, Die Chinees houdt gewoon alles tegen. Ja, het is een keer een rebound score, maar het staat echt helemaal nergens op. Je moet ze echt even drugs testen zo. En die heeft denk ik gewoon vlak aan gebruikt zo. Boom. Lekker. 4-3. Kom op. Nu gaat het goed. Boom. Je gelooft het niet. Je gelooft het echt niet. Boom. Nee, Amarelio. Boom. Nou. Boom. Hé. 4-4. Jongen, wat een moeite. Kom, geen tegengoal meer nu. Geen counter. Lekker Amarelio. Nee, Amarelio. Geen tijd voor hakjes. Yes. Houdt gewoon weer die eerste bal tegen de Chinees. Maar de tweede keer gaat hij wel. Ik heb letterlijk 3 rebounds gescoord of zo. Van de 5 goals. 1500 mensen. Zonder enige moeite. Zijn we zo doorheen gewandeld. Niet helemaal waar dit, hè? Nee, is niet echt helemaal waar. Ook een speler werven nu van tegenstander. Oh, 81 middenvelder. Eindelijk kunnen we een beetje decent spelers werven. Dan gaan we er zeker even eentje uithalen. Deze man eruit. En zetten we onze 81 spelers zetten erin. Hoppakee. Kom maar door. Volgende ronde. Volgende kansen. Lekker. Boom. 1-0 meteen, lekker. Dat is niet waarschijnlijk weer zo'n pot dat je alles erin schiet. Oh ja, zo werkt Volta. Dat is heel raar. Ook mooi dat je tijdens het WK gewoon spelers van een andere club kan overnemen. Dus als die club uitlicht, dat ze dan zeggen van oké, dan wist ik wel van club. Ernst, hij heet Ernst. Die moet ik hebben, hij heet Ernst. Ja, het is wel kut, want waarschijnlijk is een ander heel hoog. Maar ja, ik moet natuurlijk voor Ernst gaan. Oh, enge dingen. Oh, boom. Oh, wat een goal. Heerlijke voorzet ook. Mogen we deze voorzet even zien? Oh, wat lekker. Het is heel duidelijk, als je zo'n 81er erin hebt, dan gaat het wel echt een stuk beter. Die zijn echt wel goed, hè? Kennen jullie Ernst en Bobby nog, mensen? Ik heb geen idee of dat... Maar op het moment dat je, als je nu 15 bent, dit kijkt... Of dat dan dat ook een bekend programma was uit jullie tijd. Ik heb geen flauw idee. Bam. Heerlijk goaltje weer. Die voorzet kan wel echt lekker scoren. Boom. Takka flakka on fire. Ik hoop echt dat er ooit een voetballer doorbreekt die echt takka flakka heet. Dat zou echt leuk zijn. We hebben weer gewonnen, mensen. De tweede pot is binnen. Lekker. Kan ik een speler werven? Ja, Ernst. Wees niet slecht als je liever komt, Ernst. Oké, wel slecht, maar niet... Het is wel de ene na slecht, maar niet heel slecht. 2 star skills. Ja, koffie. Sorry, je moet eruit, man. Ernst in je plaats. We made a ref. We qualified. Do you believe that? Well, we better not lose. Yeah. Most people said you were underdogs. Said you wouldn't make it. And yet, here you are. Gotta go hydrate. Flakker. Hij is verliefd. Do you know what I do, Revy? My company, Villanova and Associates, represents some of the top players in the game. Oh, I like it. Rare to find such professionalism in these surroundings. Professionalism? Well, yeah. With the exception of your little outburst in New York. This tournament could be the springboard for your career. A lot of pro club scouts out there looking for the next big thing. I can help you. Think about it. Oké. Associate Villanova.
So, what was that? I think she wants to sign me. Are you gonna do it? Tuurlijk. I don't know. I mean, maybe. Hij wil wel, maar hij wil haar niet teleurstellen. I guess that's it then. No, I get it. Gotta put yourself first. Gast, doe even niet vervelend. Nee. Can't let in the way of your pro career. Yeah, I haven't even signed anything. I will. Everybody bails. Come on, Sid. Waarom zou je in godsnaam in de straat op een van de pauper dingen als je gewoon money kan maken? Kom op, man. Dat jij nog niet goed genoeg bent, behalve als je door de tegenstander speelt. Dat is waarschijnlijk ook het geval als in dit potje. Ik denk dat dit, dat EA vanaf hier het goed heeft aangepakt. En vanaf hier komen we niet meer tegen dezelfde keer. Ah, toch wel. Wel weer het geval. En dan gaan we weer, mensen. Let's go. Kiedam. Tanaka tikt door. Goed. Goal. Lekker. 1-1. Prima. Niks mis mee. Oh, hij laat los. Zij laat los. Sorry. Ik wil niet de gender noemen hier. Het laat los. Boom. Taka Flakka. Wat een goal. Jawel. Takaatje Flakkaatje. Heerlijk. Hoe kan dat er niet in? Ik sta op 3 meter van de goal. Wat is dit game? Dan sta ik achter deze. Oh, lekker Chinees. Kom op. We gaan pakken de bal. Lekker Chinees. Chinees. Boom. Yes. Lekker. Ik ben gewoon blij. Jongens, we kunnen weer een spelertje werven. Kom op, even een 80 rated. Jezus, het slecht. Hij heet Street. Hele goede naam, maar 2-star skill moves. Daar heb ik echt niks aan. Wegwezen. 2-star skill moves. Dat is slecht. Kwartfinale, jongens. Let's do this. Mijn team. Ik speel weer tegen dezelfde keeper. Zal mij benieuwen. Ja. Oh. Oh, ik scoor bijna een zieke omhaal, jongen. Dat was nice geweest. Oh, daar een vlak uit. Oh, keeper. Lekker keeper. Lekker. Hoe is dit een belabberd schot, EA? Hoe is dit een belabberd schot? Hij heet gold. Hij heet gold. Die spits heet gold. Boom. Oh. Sommige omhaal animaties zijn zo ziek. Echt heel nice. Ik begin nu een klein beetje door te krijgen. Maar laat ik toch maar even ook proberen te winnen, trouwens. Paal. En zo'n beetje ook. Vol gas tegen de paal. Zo wil tegen EA team. Welke heb ik ook weer recht gespeeld, volgens mij. Net al. Maar niet uit. Blijkbaar heet er meerdere teams. Zo is goed. Boom. Yes. Net voor het einde. Nog 1 seconde op de klok. En het staat 1-1. Takka Flakkaatje, lekker. Kunnen we winnen. Dan gaan we weer lekker. Tweede helft. Takka Flakka, geen gezeik. Meteen schieten. Boom. Boom. Lekker. Takka Flakkaatje. 2-1. Ik zweer het je, dat WK is van ons. Dus mijn WK. Boom. Lekker Takka Flakka. Heerlijk. 3-1. Hoppa, lekker. 4-1. Kunnen we lekker gaan gallery playen, want deze pot is ook weer in de pocket. Dan hoeven we hier naar nummer 2 en hebben we het WK gewonnen. Die paas gewoon met zijn rug. Wat heerlijk. Wat ongelooflijk lekker. Zo, ik ga er nu doorheen als een mes door de boter. Zo, we scoren nog even de allerlaatste seconde. En winnen we deze pot met 8-1. En gaan we door naar de halve finale. Oh, man of the match. Oh, dat ben niet ik. Jean vind ik echt goed. Kijk deze goal. Met zijn rug. Boom, volley. Lekker zeg. Echt een heerlijk doelpuntje dit. Geen grap. Ik kan me niet voorstellen dat zij 1 speler hebben die ik nodig heb in mijn team. Maar ja, we gaan toch even kijken voor de zekerheid. Nee, dacht ik al. Allemaal heel slecht. Gold hoeven we ook niet. Al heeft hij wel een leuke naam, moet ik zeggen. Uitstekende naam, Gold. You know, I had 4 teams after me. 4. Calling me every day. Koek koek. My whole life was right there in front of me. I just had to reach out and take it. Really? Yeah. No. Beth was so proud. Now she tell all her friends, her teammates. Wie is Beth now here? Wie is Beth? My big bro is gonna play in the Prem. Okay. I think she was more excited about it than me. 1 minute she was there. And the next she wasn't. Wat zei je dan? Now she used to run around. She's dood. Aww. Bit annoying. And all of a sudden there was just this hole. This massive black hole everywhere I looked. And pretty soon, you know, the clubs, they stopped calling. I was so empty. Wat een levensverhaal hier. So long. And then I went into that warehouse. And there was you. Hij is niet verliefd, hè? And you brought me back, Sid. Waarom zweet ik altijd? You'll never know what that means to me. Dus ik ga toch tekenen voor een profclub nu. Whatever happens after this tournament. Zo'n janken. My sister. Huh? Ik moet zeggen, lijkt niet echt, maar kan ik aan mij liggen. Ach,
Zet de keeper zijn schoenen nog aan, gelukkig. Lekker. Eikel. Dankjewel, hé. Top. Fijn. Hé, hey, we zijn tegen J10. Daar heb ik pas 1, 2, 3 keer tegen gespeeld dit toernooi. Boom. 1-0. Geen gezeik. Jawel. Boom. Goal. Lekker. Zou in de finale dan tegen Jairzinho komen? Het zal wel, hè. Hij heeft al 4 keer tegen zijn team gespeeld. Maar ja, blijkbaar heeft elk team weer J10. Dat kan op zich natuurlijk. De WK komt ook wel eens 4 keer tegen Duitsland, dus op zich. Oh, wacht, dat is niet waar natuurlijk. Maar niet uit. Het is EA. Dat is eigenlijk EA. Ik denk dat het eigenlijk ook wel zielig voor mensen die bij EA werken. Die kunnen eigenlijk niks aan doen aan dit soort dingen. En ik denk van eigenlijk moet je boos worden op degene die dit, zeg maar, ontwikkeld en getest heeft. Weet je wel, Volta. Want die heeft het niet goed gedaan. Maar dan denk ik van, daar kan je niet boos worden, want dat is niemand. Want niemand heeft dit getest, Volta. Ik zweer het je dat niemand heeft getest. Dit hebben ze gemaakt. Dit heeft iemand gemaakt van, ja, maak maar even een game mode met Volta. En dan gaan we het gewoon heel hard promoten. Maar dan ja, zorg wel even dat het goed is. En toen die ene die had stress waarschijnlijk, was de computer ging stuk. Dus aan het eind heeft hij gewoon alle teams bij elkaar getiefd. In de hoop van nu is het goed, maar ze gaan op met de finale. Want alles beslist in de finale. Ik kan me niet voorstellen dat zij ook een speler hebben waar ik iets aan heb. Ze moeten ineens 80 redenen hebben. Nee, hebben ze absoluut niet. Dus ik vind nu eigenlijk niet echt dezelfde keeper, hè. Dat is wel lekker. Dat is wel lekker een keertje. Boom. Goal. 1-0. Jawel. Geen enkel probleem. Wereldgoaltje. Goed. Oh, wat een goal. Wat een goal. Van Jean. Gaan we eten? Kom eraan. Mensen, daar zijn we weer. We zijn weer terug. Ik heb heerlijk gegeten net. Miam. En nu kunnen we de finale af gaan spelen. Van de Volta met Taka Flaka. Boom. En dan scoort gelijk. Wat goed. Jongens, nog 1 minuut. En ik mag mezelf Volta wereldkampioen kronen noemen. Bam. Taka Flaka. Nog even een lekker goaltje. Net voor het eind. Een kus aan de fans. Omdat hij ons gaat verlaten voor een topclub. Dan gaat hij namelijk spelen samen met Alex Hunter, waar ze niet meer de rechten voor hebben. Dus hij praat niet, maar die zit er wel in. Want daar hebben ze de rechten dan wel voor. Jongens, we hebben gewonnen! Yes! Hey, Chinees, zou je misschien je eerste keer wat anders aantrekken, of niet? You're late. Big surprise. Well, you know what? The only time I was ever on time, things didn't go so well. Okay. Yeah. Look, I gotta be at the airport, like, right now. Well, Vinicius. Yeah. Nice. Yeah, man. It's like starting up all over again. Hey, you hit up B for that pro contract? Nah. Not yet. It's cool, man. Look, the street scene has got a lot to offer tekenen, you. Jongen. Geen gezeik. Tekenen. Stick it out. Tekenen. Play more tournaments. See more places. Learn more skills. You know, she's gonna wait. Alright, you were too good. Yeah, yeah. Een zieke Rolex, jawel! Oh mijn god. Wow. Mate. Dat is zeker genakt. Hoe is hij? Een horloge. See you around, ref. There's Jay. Mensen hebben het Volta-verhaal vertooid. Wat een fantastisch verhaal. Wil je het opnieuw beleven? Nou? Nee! Hoe kan je dit opnieuw willen beleven? Dit slaat echt nergens op. Besef, er zit ook geen aftiteling bij. Want ze bij de journey zeker bij zat. Omdat ze weten dat het zo slecht was. Maar mensen hebben het wel voltooid. Amarelo Taka Flaka is de beste straatvoetballer van de wereld. Zoals we eigenlijk al wisten. Maar nu weet de wereld het ook. Ik wil je bedanken voor het kijken naar deze miniserie. Volgens mij 6 afleveringen of 5. Dankjewel voor het kijken. Ik hoop je het leuk vond. Vond je het leuk? Ga zeker geen duimpje omhoog achterlaten. Abonneer op mijn kanaal. En dan komt er snel weer een nieuwe video. Holy shit, echt mijn oren doen nog pijn. En mijn time was op beat, een beetje vals in het refrein. Maar zo is het wel begonnen, beetje jong en onbezonnen. Zit er snel voor op FIFA en ging onderweg en tonnen, wauw. Je ziet mijn haar en je denkt daar komt het dubbel in. Kocht BTC, niet voor later een verdubbel in. Zijn koersen laag, ben ik erbij en leg ik dubbel in. En laat mijn saldo bouncen, al mijn euro's doen aan bubbel in.